natuurlijk nam ik ook washi tape mee. Hier word ik dan echt heel erg vrolijk van. Heel erg onmisbaar als je het mij vraagt. Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze Action Shoplog. Mijn naam is Elise en misschien ken je mij wel van mijn eigen creatieve YouTube kanaal Elise Dingen. Vandaag heb ik hier een leuke shoplog voor je. Ik heb namelijk nieuwe bullet journal spullen geshopt, mijn favoriet. En ik ga je vandaag laten zien wat ik heb gekocht. Houd jij net als ik een bullet journal bij, geef deze video dan een duim omhoog. Wat mag er nou niet ontbreken bij een bullet journal shoplog? Ja. Een bullet journal natuurlijk. Ik heb hier 3 stuks, maar er zijn 4 in de winkel. Ik kon er zelf 3 vinden en dat zijn deze 3. Allereerst deze een beetje rosé pastel tinten met goud erdoorheen. Heel tof journal en je ziet het al aan de voorkant. Er zit wit papier in, maar ook zwart en bruin papier. Uiteraard allemaal met stipjes. Ook nam ik dit journal mee. Deze is blauw met wat lichtblauw en het loopt eigenlijk dan door naar wit. En ook hier zie je onderin gouden details en die heeft ook die 3 soorten papier. En ik vond dus dit journal met bladeren erop heel erg tof. En dan is er dus nog 1 variant, die is lichtblauw met bloemetjes erop. Ik vind zelf die 3 kleuren papier gewoon heel erg leuk, maar je kan ze ook heel praktisch gebruiken. Door bijvoorbeeld het witte papier voor je planning te gebruiken, het bruine papier voor je hobby's bijvoorbeeld en het zwarte papier voor je trackers. Of in een andere volgorde, maar zo kan je er dus een systeem in maken voor jezelf. En omdat ik nu nieuwe journals heb geshopt, heb ik ook een aantal nieuwe essentials meegenomen. Dingen waar ik echt niet zonder kan in mijn bullet journal. Allereerst dit schaartje en ik heb gekozen voor een kleine schaar, zodat je die ook makkelijk mee kan nemen in je etui aller tijden. En deze plakrollers, die zijn ook super handig. Je kent ze misschien wel van die correctierollers. Nou, dit is er eentje, niet met correctievloeistof, maar met een soort lijm erin. Dus als je dan een foto wil opplakken of een plaatje of een stukje papier in je journal, dan hoef je alleen maar met die roller zo een beetje lijm te plaatsen en dan plak je je plaatje heel makkelijk op. Vind je dat nou toch niet handig op een of andere manier? Dan is dit ook echt een aanrader. Dit heb ik ook altijd in huis. Dit is dubbelzijdig tape en hiermee kan je ook heel makkelijk een foto of een plaatje in je journal plakken. Zelf werk ik het allerliefste met fineliners in mijn journal. En ik zag dit pakje met allerlei gekleurde fineliners, ook een zwarte trouwens. Het zijn er 12 in totaal. En ja, zo heb je gewoon allerlei verschillende kleurtjes. Dit is bijvoorbeeld heel handig in een planning. Als je en privé dingen en werkdingen en misschien losse afspraken bij wilt houden, dat je voor elk onderdeel een andere kleur gebruikt. Dan hou je ook een beetje overzicht in hoeveel tijd je waaraan spendeert in de week. Dus deze nam ik mee. En ik zag ook deze set met pennen. Ik vond ze heel erg schattig, want ze hadden van die zachte kleurtjes met leuke bladeren erop. En dit zijn gewoon blauw schrijvende pennen. En naast pennen nam ik ook potloden mee. Dit is een pakje met 5 stuks van Staedtler. Dat is een fijn merk, vind ik. En deze potloden hebben allemaal al een gummetje. Dat scheelt weer. En natuurlijk nam ik ook washi tape mee. Deze 2 sets. Er zitten heel veel tapejes in, dus je kan mooi een tijdje vooruit met deze washi tapes. Ik vind ze vooral heel erg leuk om een journal mee te versieren. Maar ze kunnen ook heel handig zijn als je bijvoorbeeld een kader wil maken in je journal om wat meer overzicht in je planning te creëren. Deze set nam ik ook mee en hier zitten dan weer wat meer bloemetjes in. En in die andere set zag je onder andere ook een tapeje met camera's erop. Die is dan weer heel erg leuk als je bijvoorbeeld ook foto's in je journal plakt. Om al die journal spullen nou los in je tas te gooien, dat is natuurlijk niet zo handig. Dus ik nam ook 3 etuis mee. Deze zijn super groot en volgens mij dus ook super handig. Want als je zou willen, zou zelfs je journal zelf hierin passen. Allereerst heb ik deze witte met een gouden plant erop. Lekker groot zoals je ziet. Dan was er ook nog een leuk mintgroen wat? Dan was er ook nog een leuk mintgroen kleurtje met een gouden palmboom erop. En ik nam ook een lichtroze variant mee. Deze met daarop een gouden hartje. Ik vind het zelf heel erg leuk om een journal te versieren. En dat doe ik eigenlijk door middel van verschillende dingen. Stempels, stickers, leuke stukjes papier. En uiteraard hebben we die dingen dus ook geshopt. Ik begin met de stempels. Want dit is nou echt zo'n leuk trucje als je graag mooie titels in je bullet journal wil. Maar je vindt het best lastig om dat te tekenen. Dan kun je dus gewoon dit soort stempels gebruiken. Dit zijn clear stamps. Deze zijn doorzichtig en dan kun je dus goed zien waar je de stempel plaatst. Je hebt hier wel een acrylblokje voor nodig. Soms zitten die bij je stempelset, soms niet. Maar je plaatst eigenlijk deze stempel op het acrylblokje en dan zie je precies waar je de stempel moet plaatsen. Super leuk om hier bijvoorbeeld je titel in te schrijven of de maand of de dag van de week. En ik zag ook deze set. Deze vind ik zelf ook heel erg leuk.
Dit zijn wat meer van die banners. Dit is ook heel erg leuk om mooi in te handletteren. Dat je zo'n banner stempelt en dan met mooie lusletters de dag van de week of de maand erin schrijft. En vind je je handschrift nou niet zo mooi, dan zijn er ook nog dit soort stempelsets. En hiermee stempel je makkelijk letters en cijfers in je bullet journal. En het handige hiervan is dat er al inkt bij zit. Ik vertelde je al dat ik zelf graag leuke papiertjes gebruik in mijn bullet journal. En daarom nam ik dit grote papierblok mee. Eigenlijk alles wat je hier op de voorkant ziet, die printjes, die zitten er dus allemaal in. En ik vind het heel erg leuk om een bullet journal mee te decoreren. Dit soort grote blokken, daar ben je gewoon ook wel even mee zoet. Daar kan je een langere tijd plezier van hebben. Dus dat vind ik heel erg leuk. Deze is in zo'n koffiecafé thema. Maar ik heb er nog één meegenomen. En die is wat meer geschikt voor de lente. Dat is namelijk deze. It's time for a fresh start staat erop. En dit zijn mooie lentekleuren. En ook leuke lentepatronen met fruit en bloemen. Echt heel erg tof. En heel erg onmisbaar als je het mij vraagt. En heb je nou geen ruimte voor die hele grote blokken? Misschien is dit dan iets voor jou. Dit zijn ook papierblokken, maar dan een slagje kleiner. Ik heb hier een vrolijke variant met pastelkleuren. Vind ik ook echt onmisbaar deze tijd van het jaar. Er zitten ook verschillende kleuren en patronen in. En ik nam ook deze mee. Een textures blok met verschillende texturen eigenlijk. En deze is wat leuker voor een neutraler journal. En dan als laatste, ik kan niet zonder leuke stickers. En ik heb er ook heel veel meegenomen zoals je ziet. Ik ga ze je allemaal even laten zien, want er zijn weer heel veel verschillende soorten. Heel veel leuke stijlen, dus er zit vast wel iets voor jou bij. Of je nou juist van neutrale tinten houdt of felle kleurtjes. Ik weet zeker dat er iets leuks voor je bij zit. Allereerst nam ik deze variant mee. En dit doet mij heel erg denken een beetje aan school of aan een opleiding en planningen maken. Ik denk dat die daar echt heel erg geschikt voor is. Dan heb ik er ook eentje die ik zelf heel erg leuk vind, want deze is heel schattig en heel kleurrijk. Dat is namelijk deze. Hier zie je wat creatieve materialen op, maar ook heel veel lieve kleurtjes, spullen voor in huis. Ja, hier word ik dan echt heel erg vrolijk van. Dit stickervel vind ik zelf heel erg leuk voor wat meer babykamer of een soort kinderthema. Dus als je bijvoorbeeld aan het plannen bent voor een babykamer, voor een kindje die op komst is, dan is dit misschien wel heel erg leuk. Bijvoorbeeld voor een soort moodboardpagina. Dan nam ik ook nog deze mee. Deze stickers zijn ook wel heel erg schattig. Met allerlei dieren erop en een beetje in een soort feestthema. Cijfers staan er ook op en vlaggetjes. Heel erg schattig. Dan is dit toch wel echt mijn andere favoriet. Hier staan vooral heel veel creatieve spullen op. Zoals een verfsetje en kwasten. En ook verschillende soort van verfkleurtjes. Bijvoorbeeld hier op de achterkant. Je ziet tubes en een krijtje. Ja, deze vind ik echt heel erg tof. Dan is dit stickervel toch weer wat meer in een soort studeren thema en ook wat huiselijker. Dus dit soort stickers zou je ook goed kunnen gebruiken als je bijvoorbeeld taken in huis aan het plannen bent. En als laatste nam ik dit stickervel mee. En dit is een beetje een combinatie van lentekleuren en een beetje schattige plaatjes en ook wat klassiekere plaatjes. Zoals ik al zei, voor ieder wat wils. Ik heb je mijn favorieten laten zien. Deze stijl is er bijvoorbeeld ook. En dan zijn we er doorheen. Alle spulletjes die ik shopte voor mijn nieuwe bullet journals. Ik ben ook heel erg benieuwd, welke spullen vind jij onmisbaar voor een bullet journal? En welk journal zou jij kiezen? Van de drie die ik heb meegenomen is denk ik deze mijn favoriet met de bladeren. Maar aan de andere kant denk ik deze past ook alweer leuk bij mijn achtergrond. Ik heb in ieder geval genoeg om af te wisselen de komende tijd. En ik hoop dat ik jou een beetje heb kunnen inspireren met mijn shoplog. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En het lijkt me super gezellig om je weer terug te zien bij de volgende video. Voor nu een hele fijne dag en tot de volgende keer. Doeg!